jongens in een hinderlaag te lokken en te beschieten vanuit rijdende jeeps. En op een gegeven moment ja, moet er wat gebeuren. Maar voordat er enige actie kan plaatsvinden, dan moet eerst in kaart gebracht worden wat er allemaal aan de hand is. En om niet iedereen ja, meteen te laten weten dat we op zoek zijn naar, naar die milities. En dat... Ik hoor ergens spionage dichter. Even afwachten of alles de lucht in kan vanwege de bewolking. Allereerst gaan we hier van de F-16's de lucht in. En die gaan straks vanaf grote hoogte bekijken hoe het in het dorpje gesteld is. Vliegtuigje. De kracht van het vliegtuigje is dat dit waarschijnlijk een wapenopslagplaats gevestigd is. Een aantal dagen geleden zijn er dus mariniers hier naartoe gekomen met dat vliegtuigje, die Raven. En die proberen inderdaad heel voorzichtig, zonder de mensen in het dorpje al te veel wakker te maken, zoveel mogelijk om een goed plan te kunnen maken later om te kijken of dat nodig is. De beelden die we hier zien, die zijn van grotere hoogte. Ja, dit is volgens mij al van de 16, maar daarvoor kijk ik even naast me. Ik heb hier scan. We gaan natuurlijk niet door de wolken heen kijken. En de wolken die zitten nu zo laag dat we er ook niet onder willen gaan vliegen. Omdat we dan een gevaar zullen vormen voor de rest van de vliegtuigen die rondvliegen. Maar wat is normaal de afstand waarop jullie dit roepen? En daardoor is het dus ook belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van eigen eenheden. Dus het is wel wenselijk om er dichter op te zitten dan bijvoorbeeld 5 kilometer. Ja. De mensen buiten die horen een beetje twee dingen door elkaar. Want aan de ene kant horen we dus inderdaad die fakker. Die heeft met die twee Apaches die we daar nu recht voor ons zien gepraat. En die Apaches die geven dus ook continu door. Je hoorde het, zou ik zeggen, van er staan zoveel mensen bij het huisje. Ze hebben dat soort wapens bij zich komen. Dat zijn Chinooks. En onder de Chinooks daar hangen dus ook spullen. Er kan van alles ingevuld worden. Volgens mij hangt er op dit moment een MB aan. Begeleid door een Apache zoals het ook in het echt gebeurt. Wij gaan nooit zonder Apaches ergens naartoe. Zij zullen inkomen op de plek die dus nu al beveiligd wordt door die twee Apaches die daar hangen. Dus in totaal werken wij met meerdere Apaches om een scenario als dit veilig uit te werken. Chinook zitten, grondroepen zijn de luchtmobiel. Wie hebben we vandaag aan boord? Chen, hoe moet ik het zeggen? Ja, de sergeant Chen. Ja, ik ben een lid van de Delta Compie van de 12e bataljon luchtmobiel. En vandaag ondersteunen wij in de demo. Ja, in de Chinooks zit eenmaal infanterie peloton. En zij zijn eigenlijk nu bezig, of zijn gebriefd en ze hebben een opdracht uitgevoerd om het dorp eigenlijk af te grendelen. Er is bekend dat er een high value target in zit, zoals net al eerder is aangegeven. Ja, en wij gaan samen met het verkennispeloton gaan we proberen die high value target eruit te pikken. Ja, en wat we nu zien gebeuren, die voorste Chinook is al geland. Daar kunt u goed zien dat die achterklep daar open gaat. Op de schermen zien we de slinglading die af wordt gekoppeld. Die dus, zoals we dat noemen, slinglading, aan een sling onder de heli hangt. Ook uit die Chinook die net die slinglading afzet, komen weer mannetjes. In totaal, in twee van die Chinooks, hoeveel mannen kun je kwijt?
Nou, ik ben niet helemaal exact los op de cijfers, maar volgens mij kunnen we rond de 38 personen konden wij kwijt in een Chinook. Een beetje afhankelijk wat voor uitrusting we bij hebben. Ja, per Chinook is het dus, hè, wat hier gezegd wordt. In totaal kun je dus bijna 80 man in één keer aan de grond krijgen om zo'n dorp binnen te vallen. Ja, dat klopt. Wat we op dit moment zien is dat eigenlijk het peloton, als Tjallik uit de heli is gekomen en zij ontplooien eigenlijk direct richting het doel om daar een afgrendeling in te zetten. Nou, dat doen we op verschillende punten, dat ze eigenlijk kunnen zien dat op het moment dat mensen het dorp willen vluchten, ja, dat we eigenlijk direct kunnen gaan ingrijpen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen, kijk, die Chinooks, dat zijn natuurlijk enorme krachtpanzers, dus kunnen vreselijk veel tillen. En dat zijn echt de werkpaarden van de luchtmacht. Maar er zijn natuurlijk ook spots waar je dus niet met deze enorme kisten kunt landen. Wat doen jullie dan? Ja, als we niet direct kunnen landen, dan worden we gewoon een stukje verderop afgezet en dan is het gewoon een stukje lopen. Ja. Daar zijn we natuurlijk ook weer getraind. Maar ik zie, als ik aan de linkerkant kijk, komt er nog een heli aan. Dat is een Cougar. Dat is dan mijn eigen type ook nog eens, met een Apache erachter. En ik geloof dat ook in de Cougar zitten weer mannen. Ja, op dit moment zien we de Hercules. Daar landt eigenlijk de andere peloton van de Delta Group die versterkt uit. Ja, die zijn eigenlijk een versterking voor de eenheid die op dit moment al de actie aan het uitvoeren is. En zometeen, als het dorp dus veilig is gesteld, of in ieder geval de ring is gelegd, zal de Cougar inkomen met een ploeg van het verkennerspeloton. Dat zit natuurlijk best naar Geelse Rijen gaan, heb ik begrepen. Nou, dat is, daar zit eigenlijk alles wat de luchtmacht aan dit soort helikopters heeft die op missie gaan. Naar Afghanistan bijvoorbeeld, waar we de afgelopen jaren zijn geweest. Wat we nu zien is dat de loopmast, die ziet u zeker op de schermen heel erg goed, achterin ervoor zorgt dat die mannen veilig naar beneden komen. Want dat vastropen, dat gebeurt helemaal zonder beveiliging. Hè? Jullie hangen gewoon los aan die touwen. Ja, dat klopt. Daar zijn we natuurlijk, dat doen we niet zomaar. Ik ga natuurlijk eens een gedegen training in om zo'n actie als dit uit te voeren. Ja, wat je kunt zien is dat de eerste man eigenlijk afglijdt. Ja, en dat is eigenlijk het meest spannende als je als eerste eruit gaat. Want die eerste twee moeten uiteindelijk zorgen dat het touw strak hangt, zodat de rest van de ploeg vrij strak richting het object kan gaan afglijden. Ja, en die loopmaster die communiceert nu dus ook weer met die vlieger voorin, die dus die spot waar die mannen op staan helemaal niet kan zien, dat hij daar wel recht boven blijft hangen. En dat dus dat touw niet zomaar ineens van die container afglijdt. We zien nu op het scherm ook even. Ja, op dit moment zien we dat het verkennerspeloton, of in ieder geval de ploeg van het verkennerspeloton, allemaal uit de heli zijn. Ze zijn ook opgeblazen van het object. En u kunt nu op het scherm zien dat we een entry hebben gemaakt in het object om eigenlijk de high value target te gaan liften. Ja, dit is dus echt zoals het in het echt op de missies ook gaat. Hè? Jullie vallen ineens een huis binnen, jullie bespreken dat uitvoerig van tevoren hoe dat allemaal moet. En dan gaan jullie oppakken wat je op moet pakken, maar dat is niet altijd helemaal risicoloos. Dus veel mogelijk uit te sluiten. Nou, op dit moment zien we dat er een gewonde is gevallen bij de entry. Een gewonde aan eigen zijde. Nou, deze worden verzorgd door de medics. Gestabiliseerd voor vervoer. De gewonde wordt op dit moment op de LSV geladen. En die zal dadelijk samen met de ploeg verkenners en de high value target die succesvol is opgepakt, vertrek maken richting de LS. Ja, binnen zo'n groep die dus zo'n huis binnenvalt, zitten dus allerlei mensen. We hadden het straks over vakkers, we hebben het over verkenners, we hebben het over medics. Iedereen is dus met een specifieke taak opgeleid. En waarschijnlijk komen dus dadelijk ook de heli's terug om die groep. Goedendag. Dat zijn de verkenners samen met gaan vertrekken, omdat ze eigenlijk de laatste beveiliging zijn. Dat is dus een hoopje van die luchtmobielers wat daadwerkelijk op elkaar ligt zo ongeveer. Ervoor zorgt dat wij onze referentie kunnen behouden en toch in eigenlijk elke brownout situatie wel kunnen landen. Aan de linkerkant komen de Chinooks weer om het allemaal weer op te halen en in veiligheid te brengen. En de gevangene gaat, denk ik, voor verhoor ergens naar de thuisbasis. Ja, die zal waarschijnlijk wel recht worden gedebriefd, dat zal wel verhoord worden. En, misschien komt er nog bruikbare informatie uit.
Ja, we zien die Apaches die kunnen niet alleen maar zo stil hangen in zo'n screen of zo'n situatie. Die hebben meerdere patronen die ze vliegen. Ook dit wordt onderling bij alle vliegers natuurlijk doorgesproken. En zeker als de F-16's er ook nog nu boven hadden gehangen, dan kunt u zich voorstellen dat het vrij druk is in de lucht. Er is dus allerlei limieten voor iedereen afgesproken, van hoog tot laag, om te zorgen dat niemand bij elkaar in de buurt kan komen. Die Apaches die kunnen dan ook nog allerlei patronen vliegen voor die beveiliging. En daarmee kiezen ze eigenlijk altijd een positie waarbij hun gun of hun rockets die ze hebben tussen de heli's die de mensen dus op komen halen en de vijand in kunnen komen. Dat is dus dat we ze dus altijd dusdanig kunnen inzetten voor iedereens veiligheid. Op dit moment gaan ze eventjes aan de linkerkant weg. Maar zij hebben constant beeld. Ook als u denkt dat ze de andere kant op vliegen, hebben zij camera's aan boord die eigenlijk 360 graden kunnen draaien, waardoor ze dus toch altijd alles kunnen blijven zien. Dames en heren, zelfs in missiesituaties, spannende situaties, zijn er zelfs auto's geparkeerd, verkeerd geparkeerd. Even tussendoor, bij Shelter 524 staan twee dienstauto's alles te blokkeren. Dat zijn LM2154. Ja, wat je dus net ook hoorde is dat de vakker... Dus de forward air controller is met Apache aan het praten. En ze willen natuurlijk allebei dat ze in hetzelfde plaatje zitten. Omdat het heel belangrijk is dat we wel de good guys van de bad guys onderscheiden. Wat hij er ook nog bij vertelde is dat hij binnen het dorp zelf geen wapeneffecten wil hebben. Nou, dat betekent dus dat daar ook waarschijnlijk onze mensen mee zitten. En ja, daar willen we natuurlijk niet dat de kogels onder oren liggen. Ja, want zowel de Apache als de F-16 hebben verschillende soorten wapens aan boord. Zowel een gun als rockets. Wat hebben jullie? Die kunnen groot of klein zijn en ook in de kist zelf hebben we nog een kanon zitten. Een 20 mm Gatling kanon. Een Gatling gun, doe maar. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Hoe precies kunnen jullie hiermee schieten? De Apaches zijn nu met de gun aan het schieten en Hellfires af aan het schieten. Ja, hoe precies kan je daarmee te werk gaan? De gun is zeker een heel nauwkeurig wapen, omdat natuurlijk de kogels die eruit komen niet zo groot zijn. En vrij precies op de plek aankomen waar ze moeten zijn. Ja, hoe zwaarder het conflict wordt... Hoe groter de wapens zullen zijn die je in wil zetten. Maar dan moet je dus wel gaan oppassen dat je je eigen troepen niet gaat raken. Ja, dames en heren, want dat is natuurlijk altijd boven alles. Eigen troepen niet raken, maar daarnaast willen we natuurlijk ook nooit dat er casualties vallen, zeg maar, in de zin van de burgers die er misschien bij het dorp zijn of in het huis zitten. We zorgen er altijd met z'n allen voor dat we er drie keer over nadenken. Zeker de mensen die de bommen en de granaten bedienen. Dat ze dus drie keer nadenken voordat ze dat daadwerkelijk afvuren, dat er geen ongewilde slachtoffers vallen of ongewilde schade aan huizen of materieel. Ja, inderdaad, het blijft het belangrijkste om in ieder geval onze eigen troepen goed te beschermen natuurlijk. En ja, in dit geval is de vijand wel heel hardnekkig. Dus er is nogal wat aan wapens nodig om ze uit te schakelen. Nou, bommen en granaten zoals beloofd. Het knalt heel goed. De milities staan er nog steeds. Het zijn als verdorie hardnekkige vandaag inderdaad. Maar de eigen troepen liggen er ook nog. Ze worden nog steeds ondersteund door de Apaches. En in het echte scenario door de F-16's natuurlijk die er zouden vliegen. Dus ik denk als ik hier een van de mannen op de grond aankijk dat het goed moet voelen als je dat soort assets boven je hebt hangen. En de assets bedoel ik dan de Apaches en F-16.
Ja, ik heb zelf een afgunning gekregen van bijvoorbeeld F18 ook wel Apaches. Ja, het is natuurlijk heel erg indrukwekkend als je dat al de keer ziet gaan, maar het voelt gewoon ook enorm veilig. Hij voelt niet machtig en sterk. Ja, en dat is een eenheid op de grond en vanuit de lucht. In combinatie met de vakgroep, is het gewoon fantastisch. Ja, ja, u hoort het mensen, we kunnen echt niet zonder elkaar. Het is één team, één taak, zoals al jaren altijd gezegd wordt. En dat is ook echt zo. Er kan helemaal niets gedaan worden zonder elkaar. En daarom trainen we het ook en daarom laten we het ook in u zien, zodat u een goed beeld kan krijgen van wat wij nou eigenlijk altijd oefenen. En waarom wij nou s'nachts af en toe vervelend zijn boven uw huis. En waarom wij nou soms een beetje de koeien op staan jagen, omdat we ze nog niet op tijd gezien hadden, maar wij doen echt ons best. En dit is dan ook het resultaat. En op de schermen ziet u die milities en ze zijn nog steeds aan het schieten. Ja, het is natuurlijk, als je kijkt naar de scenario's die we gehad hebben in Afghanistan, daar is het natuurlijk. En de Apache zal weer aanduiken. En daar waren de Hellfires. De milities in het midden van het veld beginnen nu wel wat zenuwachtiger rond te rijden. Die Apache die hangt daar vlak bij hun. Die blijven aan het schieten, die Apaches. Nou, als ik de vijand was, dan mis ik het nu wel. En u kunt zich voorstellen dat alleen al het feit dat ze in de buurt zijn, is vaak al afschrikwekkend genoeg. Ik heb dat meerdere malen ook gezien in Afghanistan. Het feit dat er een Apache hangt of een F-16 of een andere kist van welke nationaliteit dan ook. En dat noemen we dan de show of force. En ze komen dan vaak laag langs of hangen gewoon in de buurt. En dat is vaak al voldoende om de vijand weg te laten gaan. En dat wij als transporters dan ook binnen kunnen komen. Of dat de grondtroepen hun ding kunnen doen. Als we helemaal aan de linkerkant kijken in de vechten, daar zien we al het een en ander aankomen. Dat is volgens mij alles bij elkaar. De Apaches zullen daar dadelijk op. En wat u hoort, BDA, Battle Damage Assessment. Dat wil zeggen dat we even checken hoe groot de schade is die ze achtergelaten kunnen laten zien. Onwijs bedankt. En om het helemaal af te ronden gaan de troepen weer terug in de Hercules, de laatste troepen, en die zal dan ook opstijgen om RTB te gaan. Is dat Jawel, RTB, return to base. Ja, daar zie je, de luchtmacht zit vol van afkortingen. Daar moet je echt voor opletten om die allemaal onder de knie te krijgen. Maar wij proberen ze zoveel mogelijk voor u te vertalen. Dus de laatste mannen gaan naar binnen. De situatie in het dorp is opgelost. De milities zijn weg. De high value target is opgepakt. De gewonde is weer aan het bijkomen in het ziekenhuis. En zo ziet het er ongeveer uit in een beetje gecomprimeerde situatie. En als de Hercules zometeen is opgestegen, dan proberen we nog één keer voorbij te komen met het hele clubje. Dames en heren, het is toch nog even te slecht voor een laatste flyby. Dus het zijn RTB is al gegeven. Iedereen gaat terug naar zijn eigen plek. En hiermee ronden we de Air Power Demo af van 2011. En inderdaad, over 2 jaar gaan we er nog een betere aan. En dan hopen we zeker op wat beter weer. We hebben nu een. Krijgen nog de Sea King van België. Maar eerst vanaf de rechterkant. De start van de C-130 Hercules voor de Koninklijke Luchtmacht.
uiteraard bedanken wij ook alle mensen die hier vandaag weer alle informatie hebben gegeven. Sergeant Chan, onze blekers, als ik het goed zeg, van de marine. Scandal natuurlijk ook bedankt voor je uitleg. Jammer dat we ze niet gezien hebben, maar we gaan nog een prachtige demo zien van de F-16. Informatie landen. Nou, parachute.